Opdracht 3. Er staat in je boekje sluit alle tabellen die je nog open hebt staan. Bestand sluiten. Wat veel mensen doen in plaats van die instructies volgen is alles weghalen wat ze hebben gemaakt bij opdracht 2. Misschien doen ze dat zo of heel snel op deze manier. Slim is dat niet, want als je nou per ongeluk opslaat dan is jouw tabel 2 weg. Als je dan het printje bent vergeten in te leveren of er is iets misgegaan, dan ben je opdracht 2 gewoon kwijt. Moet je opdracht 2 misschien wel opnieuw maken. Dus je moet echt doen wat hier staat bij opdracht 3. Sluit alle tabellen die nog openstaan. Dus bestand sluiten. Ik heb wijzigingen gemaakt. Ik wil die nu niet opslaan, want ik heb alles leeg gemaakt. Nou, opslaan zou klikken, ben ik opdracht 2 kwijt. Dus ik ga niet opslaan. Dan staat er, maak een nieuwe tabel. Klik op bestand, nieuw en dan op lege werkmap en dan op maken. Dan krijg je weer een nieuw vel, een leeg vel. Dan staat er, maak de volgende tabel. Dit moet je gewoon typen. Dus naam, geel, rood, totaal. Vul dit. De boer. Nou, de rest ga ik even heel snel doen. Dan kunnen jullie, hoef je niet zo lang te wachten. Zo, ik heb nou de namen getypt. En nou de getallen. 10, 1, 1, 2. De rest ook maar eventjes heel snel doen. Zo, ik heb nu alles getypt wat ik moet typen. Dan staat er een heel verhaal onder. Er staat de namen in de tabel, zijn namen van voetballers. Erachter staan hoeveel gele kaarten ze hebben gehad. En hoeveel rode. Dus voetballer Gullit heeft 10 gele kaarten gehad en 1 rode. Nou, in totaal is dat natuurlijk 11. Maar dan komen we dadelijk op. Er staat nu eerst, sla de tabel op. De naam is kaarten. Dus ik ga nu eerst opslaan. Bestand opslaan als. De naam is kaarten. En goed, dan staat er tel de getallen op, horizontaal en verticaal met de somknop. Dit is een instructie die veel mensen moeilijk vinden. Het valt wel mee, je moet eerst horizontaal optellen. Dus dat is de 10 selecteren en de 1. En 1 cel extra voor het totaal. En dan op autosom klikken. De volgende ook. En zoals je weet kun je meerdere rijen tegelijk optellen. Op deze manier. Dan ben je heel snel klaar. Maar je moet ook verticaal optellen. Dus je selecteert de 10. En je gaat weer naar beneden. Tot en met eentje extra bij totaal. En dan klik je op autosom. Nu is de opdracht in feite klaar. Maar je moet je naam er nog onder zetten. Je mag zelf weten waar. Niet helemaal hieronder, maar gewoon hier ergens. Je klas. De datum van vandaag, het nummer van de opdracht, zo. Je moet hem printen, dus dat is bestand, afdrukken, en afdrukken. Je weet dat je geen lijntjes krijgt, hè? Dit is normaal dadelijk, zonder lijntjes. En dan staat er, sla de tabel opnieuw op met dezelfde naam, dus bestand opslaan. De tabel niet sluiten. Oké, nu ben je klaar met opdracht 3.